beëindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond en nacht blijft het voornamelijk droog boven ons land. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen gedurende de morgenuren bestaat er mogelijk een lichte regenbui langs de kust. In de middag en begin van de avond is er kans op een enkele lichte regenbui. Uit het noordoosten tot oosten waait de wind gevarieerd met snelheden die oplopen tot 25 km per uur. Lokaal kunnen tijdelijke toenamen in de windsnelheid oplopen tot maximaal 35 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen het af en toe lokaal winderig kan worden.